Bij de Doornse ijsclub alleen maar enthousiaste kinderen vandaag. Eindelijk weer schaatsen. Lekker als eerste op de baan, heel vroeg opstaan en lekker schaatsen. Het is natuurlijk heel leuk dat je in de ochtend gewoon lekker kan schaatsen. Dan zit je niet de hele tijd op de bank te hangen. Nou, heel leuk dat het nu ook al kan. En ja, ging ook wel goed. Ja, gewoon met z'n allen zijn en dan lekker glijden. De club heeft keihard gewerkt zodat de schaatsbaan open kan. Nou, sinds gisteravond 7:30 zijn we de hele nacht door laagjes water aan het aanbrengen geweest. En hebben we inmiddels zo'n centimeter ijs kunnen maken op deze manier. Voor sommige kinderen is het even geleden dat ze op het ijs stonden. Ja, het was wennen. Ja, het begin natuurlijk een beetje stroef, maar het ging steeds beter. Dus ik ben een paar keer gevallen, maar het hoort erbij. Maar lang duurde de schaatspret niet. Aan het eind van de ochtend moest de baan alweer dicht omdat het ijs begon te smelten. Ook bij de ijsclub in Winterswijk is het hartstikke druk met schaatsers. En ook hier is het even wennen. Hoe vaak ben je al gevallen? Veel te vaak. Gewoon een beetje opletten en dat je niet al te hard gaat, want anders ga je echt vallen. Het ijs ligt op een skielerbaan waar een laagje water op is gespoten. Onder het asfalt ligt schuimbeton. Dat materiaal kan de kou beter vasthouden, waardoor het ijs minder snel smelt. Toch is het na vandaag hier voorlopig ook weer even afgelopen met de ijspret, want het gaat voorlopig niet meer hard genoeg vriezen.